Door de uitbreiding heeft het hotel nu 210 kamers. Het nieuwe gedeelte is modern ingericht en uitgerust met luxueuze badkamers. Alle vertrekken hebben een jacuzzi of een whirlpool. De 9 Superior Suites hebben ook nog eens een sauna of infraroodcabine extra in de badkamer staan. Toch niet echt de luxe die je verwacht bij een standaard Van der Valk hotel. Van der Valk kan een hele brede doelgroep aan. Sinds jaren eigenlijk is Van der Valk ook zijn kamers aan het verbreden, aan het upgraden. Wij kunnen van zeer budgetvriendelijke kamers, zeg maar, tot de wat luxere kamers en alle doelgroepen die daarbij horen, kunnen wij ontvangen. Het hotel wil inspelen op de nieuwe gasten en de grotere vraag naar luxe. Deze kamers bieden net weer een stukje meer. Je moet dan denken aan volautomatische airconditioning, jacuzzi, grote flatscreen, Egyptisch linnen op het bed, multimedia systeem. Dat betekent 550 tv-kanalen, 3000 speelfilms, minibar, hedendaagse look en feel. Gebruikmaking, zeg maar, van vooruitstrevende technologie en kwaliteitsmaterialen. Dus eigenlijk luxe is een beetje het sleutelwoord van deze kamers. De kamers zijn nu officieus open. De laatste puntjes rondom de nieuwe vleugel worden nu op de i gezet. En als dit klaar is, dan gaat men beginnen aan fase 2. Fase 2 die is bijna al gestart. Dat betekent een verbinding van deze superior vleugel, want de kamers heten de superior kamers, met de hoofdbouw. En bijna tegelijkertijd, kort daarna moet ik zeggen, gaan wij de bestaande bouw restylen, een beetje in de look en feel van de superior kamers. De kosten voor een nacht in de nieuwe kamers liggen tussen de 119 en 139 euro.